cadeau geeft aan een school. Ik heb net genoemd van, toen ik het las, schoolbus of klusbus, dacht ik, waarom noemen ze geen fixbus? Als de busje hier dus op Bonaire langskomt, betekent dat het busje eigenlijk komt om mensen die in nood zijn, om die mensen te helpen. Met mensen die zeg maar niet breed zijn financieel, dat die mensen ook door schoolkinderen geholpen worden. Een gemeenschap bestaat uit allerlei lagen. En als iedereen eigenlijk een handje uitsteekt, dan krijg je op een gegeven moment een hele mooie gemeenschap waar iedereen gelukkig is. En dat moeten wij zeker doen. Er zijn hier op het eiland best wel veel mensen op leeftijd of met lichamelijke of fysieke of mentale beperkingen die hulp nodig hebben. En met zo'n busje kunnen we die mensen zeker helpen. Het mooie van dit project vind ik ook dat lokale bedrijven ook een bijdrage hebben geleverd. Dus dat betekent, deze bus kunnen we ook zeggen, het is een Rijksbus. Want er is hulp gekomen uit Nederland, maar er is ook lokaal geld bij elkaar verzameld om dit project te realiseren. Studenten, docenten, ik zou zeggen, maak er goed gebruik van. En ik zeg met nadruk, goed gebruik. Niet goed misbruik van. Zorg er goed voor. De bouw van het MBO, dat gaat ook binnenkort beginnen. Dus misschien dat jullie als studenten ook gebruik kunnen maken van deze bus hier. Om de splinternieuwe school wat ze gaan bouwen hier voor me, om een handje te bieden. Zodat je eigenlijk ervaring opdoet en het mooiste zou zijn om je eigen school te bouwen. Ik heb een paar keren naar voren gebracht dat hier op Bonaire heb je heel veel mensen met manuele intelligentie. Door de taalbeperking, onze onderwijstaal is hier voornamelijk Nederlands, rem dat eigenlijk de ontwikkeling van een behoorlijke groep kinderen. Maar wat me ook is opgevallen, die groep kinderen, die hebben ook wel een manuele intelligentie. Wat ze met hun vingers kunnen doen, is echt ongelooflijk op het gebied van techniek, maar ook op het gebied van koken. School, wees blij. Nogmaals, zorg goed voor de bus. Onderhoud de bus, reserveer ook op de begroting van de school dat als het zover is, dat de bus volledig is uitgereden, dat er geld is, en dat geldt ook voor het bedrijfsleven, zet geld aan de kant, om dan een nieuwe bus weer te kopen. Pabing.